De link met de hedendaagse tijd is eigenlijk snel gemaakt. Er zit wel 500 jaar tussen, maar ook vandaag zijn nog heel wat kleine bedrijven bezig met heel degelijk ambachtelijk werk dat heel kwaliteitsvol is en dat ook heel efficiënt gemanaged wordt. De Bormans waren een klein bedrijf, maar hadden er een goed economisch zicht op wat zij wilden doen. Ze waren ook heel slim, konden in contracten wel het een en het ander afdwingen en dat is niet anders dan vandaag. Ik veronderstel dat Boreman ook voor bepaalde onderdelen van wat hij maakte ook dingen uitbesteedde aan andere vaklieden, zoals meer het schrijnwerkerijwerk, dat minder het beeldsnijwerk was. En eigenlijk is dat binnen wat ik doe heel gelijkaardig. Mijn objecten worden allemaal in dit atelier geassembleerd, maar voor heel veel onderdelen werk ik samen met toeleveranciers en andere bedrijven die met technieken werken die ik zelf niet kan toepassen omdat ik de machines niet heb. Maar die stukken komen toe en die worden hier dan bewerkt en eigenlijk tot meubels geassembleerd. Ik zie wel gelijkenissen met mijn scenografisch werk. Die retabels dat hij gemaakt heeft, die zijn op een bepaalde manier opgebouwd. Dat ze heel leesbaar zijn, voor analfabeten was dat dan. Dat heel leesbaar was wie dat de slechterik was, wie dat het centrale personage was, wie dat meer op de achtergrond, wie dat meer op de voorgrond. Dus die maakte echt een mise-en-scène. En dat is wat ik ook wel vaak doe als ik een bepaald decor, die staat klaar en we zijn het stuk aan het afmonteren, kan ik daar ook wel mee en bemoeien met een regisseur van. Allee, ik ga daar niet tussen gaan vliegen, maar ik zeg wel van het zou mooier zijn denk ik als je setting iets of wat aanpast. Dat ook een manier hoe dat, het kader rond die retabels is opgebouwd. Dat heeft een puur decormatige functie dan, maar dat is wel heel belangrijk voor de sfeer van het geheel. Als er enkel die beelden staan, dan heb je geen afwerk of zo. Dus op dat vlak zag ik wel een hoop gelijkenissen eigenlijk. Groot verschil. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de computertechnieken. Technieken die er vroeger niet waren. Er werd alles met de hand opgemeten en werd eigenlijk het materiaal gesmeed. Eigenlijk, hè. Nu kunnen wij werken met bepaalde plaatmaterialen van bepaalde diktes. Dat is al een heel ander gegeven, want wij kunnen dan zeggen van we laten daar een vorm uitsnijden met een laser, iets wat er vroeger niet bestond. Dus alles is sowieso wel een pak eenvoudiger geworden, denk ik. Maar de essentie blijft hetzelfde. Hè? Hij probeert ook tot de limiet te gaan om wel het beste kwaliteit te leveren. En ik denk dat wij dat ook proberen doen in de fijnheid van het staalwerk, dat het toch net iets meer is. In de 15e, 16e eeuw werd er gewerkt met een systeem van meesters en leerlingen die dat dan een aantal jaren een traject doorliepen om het vak onder de knie te krijgen. En er zijn zeker parallellen met hetgeen dat wij hier doen op dit moment. Enerzijds de workshops, dat zijn natuurlijk kortlopende trajecten. Maar we hebben ook nog een meester-leerling traject dat nu opgestart is en dat 2 jaar loopt. En daarin gaan we natuurlijk veel dieper kunnen gaan. Er wordt wel eens gezegd dat om een ambacht onder de knie te krijgen, dat je 10.000 manuren nodig hebt. En als ik daarover nadenk, dan zal dat er niet ver af zijn. Het doorgeven van vakmanschap, ja, als dat face-to-face kan gebeuren, is dat natuurlijk het interessantste. Want je moet het ook doen, hè. Dat is een probleem, denk ik, ook in onze tijd. Je kunt heel de dag filmpjes zitten kijken op YouTube van hoe dat anderen dat doen. Maar op het einde van de rit gaat je zelf je handen uit je mouwen moeten steken en moet je het doen, hè. Ik denk dat technieken de voorbije honderden jaren, als je de 16e eeuw zou vergelijken met nu, veranderd zijn op het vlak dat ze gemoderniseerd zijn en geautomatiseerd zijn, dat we andere machines gebruiken, maar de essentie blijft hetzelfde. En ik denk dat Boreman ook op zich op zoek ging naar wat zijn interessante verbindingen, wat zijn esthetisch mooie verbindingen. En dat is wat ik ook doe, misschien met modernere technieken. Maar de klassieke verbindingen zijn nog steeds wat ze zijn. En die leert je op de vakschool nog altijd, denk ik, gelijk ze toen geleerd werden.